mensen van Jobino & Co, ik ben Jobino en we gaan vandaag Civilization 5 spelen. Gods & Kings is de ja, DLC of wat dat ook mag zijn. Ik heb daarnet nog een opname gedaan ervan, maar die was mislukt. Omdat blijkbaar ik een bepaalde dingen in de game niet goed had ingesteld, waardoor ik helemaal opnieuw moest beginnen. Maar anyway, daar gaan we nu niet over praten. Ik ben niet zo heel goed in het spel. Ik ga het ook niet echt heel hard uitleggen. Want ik heb zelf nog niet alles echt goed ontdekt in dat spel. Dus ik ben het zelf ook nog een beetje aan het leren, maar ik kan het wel. Ik kan het spel wel. Ik heb de match gewoon... Ik heb het niet al te moeilijk gemaakt, ook niet te gemakkelijk natuurlijk. Random leader, dus ze gaan mij random iemand geven als Civilization. Het is een random map. De map grootte is standaard. Difficulty 4. Je kunt tot 8 gaan. 8 is echt bijna onverslaanbaar. En standaard. Dus de tijd is standaard. Dus we gaan maar beginnen. Ik ben benieuwd. Oké, we krijgen Amerika. Ik weet niet wat er goed of slecht aan is. Ja, het zal maar allemaal wel. Ik ga direct de stad vestigen, denk ik. Ja, lijkt me helemaal prima. In het begin stuur ik mijn warrior gewoon altijd al op verkenning. En als production doe ik meestal een monument. Sorry als het beeld of het geluid misschien niet zo goed is of zo, maar... Er komt waarschijnlijk, in de ene komt, het geluid komt waarschijnlijk door mijn microfoon en omdat mijn stem gewoon kapot is. Gewoon. Ik bedoel, mijn stem is nog altijd aan het overslagen. Boei. Je hebt ook research en daarmee kun je, moet je dingen researchen, want in het begin kun je nog niet direct iets maken. Maar als je dat onderzoekt, gaat dat wel. Maar voordat je het wiel kunt uitvinden, zodat je wegen kunt maken, moet je eerst archery en zo doen en animal husbandry. Zo gaat dat. En zo moet je helemaal proberen tot einde te geraken. Future Tech. Meestal ga ik voor archery en mining in het begin. En ik ga voor archery. Ik weet niet waarom, maar ik gebruik meestal meer mining. Dus fuck logic, hè. Het gaat ook bij beurten. Zullen jullie waarschijnlijk misschien wel al weten, dat weet ik niet. Je hebt dus beurten en in het begin gaat die altijd snel voorbij omdat je maar één warrior hebt en voor de rest niks moet doen. Dus gewoon je warrior rond laten bewegen en dat is het eigenlijk. Ik denk dat we best lekker gaan momenteel. Ik heb, eens even kijken. Momenteel heb ik 22 scoren, dat is... Dat is niks eigenlijk, vergeleken met later dat we in de game gaan zitten. Ik neem dit trouwens redelijk laat op, dus ik kan, als ik wil, de hele nacht doorspelen voor jullie. Nu niet in één aflevering natuurlijk, dat weet ik ook wel. Maar ja, gezien wat ik allemaal voor jullie over heb, hè, mensen. Prachtig, gewoon prachtig. Maar ik heb deze game op aanvraag gekregen van vrienden van mij. Die zeiden van, Joban, deze game, als je die gaat spelen van YouTube, kan dat waarschijnlijk nog wel goed worden. Want er is ook al een nieuwe uit van dit spel, Beyond the Earth. Maar je moet dat maar eens een keer opzoeken op YouTube. Dat sukt gewoon keihard. Ik bedoel, die graphics slagen nergens op gewoon. Deze ziet er toch goed uit. Kijk, dat ziet er toch echt goed uit. Maar daar is dat echt gewoon compleet anders geworden. Maar ze konden er meer uithalen. Dus daarom speel ik deze. Ik heb ook die andere nog nooit gekocht. Misschien later als het nog veranderd wordt. Want eigenlijk is die nog niet uit. De Beyond the Earth versie hiervan. Ik heb trouwens de research is compleet. En dat betekent dat we nu archers kunnen maken. En Temple of Artemis, dat is waarschijnlijk, als ik me niet vergis, een wonder. Wonders zijn er ook, dat zijn speciale dingen, grote dingen. En dat kan maar één keer in heel de wereld worden gebouwd.
Maar dat zullen we allemaal wel vanzelf merken. Nu ga ik voor mining natuurlijk. En ons monument is bijna klaar. Dat is voor onze culture. En met culture kun je policies adopten. En daarmee kun je je civ sterker maken op van alle soort vlakken. Maar je zult dat allemaal nog wel zien. Want de meesten die kijken zullen waarschijnlijk wel al weten hoe dit spel in elkaar zit. Dus ik ga niet te veel proberen te vertellen. Worker duurt langer, dus ik ga... Ik weet het niet. Worker heb ik meer nodig, denk ik, momenteel. Maar het duurt wel langer. Ik ga voor Archer. Ik ga gewoon voor Archer. Ik moet toch nog 6 beurten wachten voor mijnen, dus ja. Ik heb ook allemaal grondstoffen hier en zo. Dan moet je met die workers dan gaan ja, minen. Eigenlijk mensen, hoe gaat het met jullie? Dat wil ik mij eens even afvragen eigenlijk. Hoe gaat het met jullie? Oké. Dit is even... Wow. Kijk, hier heb je ruins. Dan kun je als je daar op gaat staan met een melee unit, oftewel warriors. Hè, dan kun je daar soms geld uit krijgen. Soms worden die warriors anders of zo. Zie wat deze keer krijgen. Draw maps, rich outlines, sorry. Oké, ik weet echt niet wat dat daar momenteel staat. Waarschijnlijk gewoon extra delen van de map te zien krijgen of zo. I don't know. Maar ik zie hier nog ruins zitten. En we zien hier ook een barbarenkamp. Die zijn in het begin toch, vind ik, toch best lastig. Maar vanaf dat je wat sterker bent, zijn die echt noob. Dan is dat gewoon een beetje ambetant dat die er zijn. Oeh, nog meer ruins. Die zitten allemaal ruïnes. Waarschijnlijk allemaal veroorzaakt door die fucking barbaren. Shalom aleich. Ana darihush. Malek malkaya paresh rabah. Lehem fene je dat. Sorry. Dit is dus de koning van Perzië, die heeft mij ontdekt. Of ik hem, dat weet ik niet. Ik speelde trouwens, dat is een leuk feitje. Ik speelde trouwens, vroeger in het begin speelde ik veel met Perzië. Ik weet niet waarom, maar ze zijn goed in oorlog. Kijk, nu kan ik een policy doen. Je hebt honor, liberty en tradition. Tradition neem ik meestal nu in het begin omdat dat beter is. Vroeger dacht ik altijd honor is gewoon het beste, hè, want dan wordt het zo sterk mogelijk, bla bla bla. Maar nu weet ik dat tradition beter is. I don't know, maar ik heb beter gespeeld altijd als ik tradition gebruik. Even zien, ik zou, kijk, minor victory, kun je daar van onder zo hier zien. Minor victory, dat betekent dat je meer damage bij hem doet dan dat hij dat bij u doet. Kun je dus zien, dat ga ik nu even doen. Kun je XP van krijgen, dan kun je units upgraden en shit. Voilà, upgraden, zo kleine dingetjes doen, waardoor die iets sterker worden, zoals beter verdediging of zo. Het gaat best lekker, denk ik. Ik heb al veel gediscoverd. Wel spijtig van die barbaren, maar ja. Ik ga de ruins even discoveren, dan kan ik zien wat er gebeurt. Oeh! Ik heb een extra dinges. Ja, een extra research gekregen. Namelijk bronze working. Ik kan al direct spearmans maken als ik wil. Maar dat is handig. Animal husbandry. Kan ik dieren zoals die koeien dat wij hebben in ons dingen. Hier, die kan ik dan gaan farmen, zeg maar. Next turn. Gezien de turns duren nu ook al wat langer. We hebben al veel ontdekt. Ik ga nog wat verder ontdekken, denk ik. Momenteel zijn er geen barbaren of zo bij ons in de buurt. Bienvenue. Je suis Napoléon, de France. Le militaire le plus intelligent de l'histoire mondiale. Allo, allo, tu parles français, hein? Ja, dat is Napoleon. Ja. Anyway, Parijs hier. Evenveel verdediging als mij. Je kunt zien aan je kunt dat wel zien aan dat schildje zo. Zo. Oeh, ruins. Nog ruins.
Maar dus nu is het toch een best saai stukje van de game. Maar mijn lievelingsstukje is toch wel, zeg maar, het ietsje verdere stuk als deze, zeg maar. Dus als je al een klein negertje hebt, je hebt al meer als één stad. Je bent rustig aan het opbouwen en vanaf dan vind ik het goed. Främling, välkommen till Snökungens rike. Jag är Gustav Adolf, medlem av den aktade Vasaätten. Een droog feitje is dat hier gewoon hij staat. Dit is gebaseerd op deze schilderij. En deze schilderij bestaat. Dat is best een droog feitje. Dat bestaat. En je ziet dat is dezelfde gewoon. Dat zie je gewoon. Hier dat doekje. Hier dat ijzeren ding. Zijn baard, zijn gezicht, zijn bakjes. Het is een best droog feitje eigenlijk. Ik heb nu een archer. Die ga ik naar onder laten gaan. Jij gaat hier die ruins discoveren. Ik heb een orakel gevonden. Nu ga ik een worker maken. Die kunnen we anders hebben. Ik ga voor aristocratie, omdat ik dan meer production en meer happiness heb. En dat is best wel handig. We zijn momenteel nog altijd best lekker aan het gaan. Waar is de warrior hier? We gaan naar rechts naar boven. Momenteel zitten we nog best goed. We zitten best ver van Parijs. Oh. Ja mensen, ik ben even terug. Er was even iets gebeurd met de cam. Maar ja, momenteel zitten we nog op best ver van Parijs. Is dat wel goed? En daartussen ziet toch niemand. En nu ondertussen ga ik de onderkant ook wat discoveren. En dan echte evidence of recent activity reveals the location of nearby burn. Ah, hier. Oké, ja. Een pantheon, dat is voor een eigen geloof te maken in het spel. En dan kunnen ze de voordelen ervan doen. Even zien. Hè. Onze. Als ik me niet vergis, is Amerika ook best oorloggericht. Dus. Voor oorlog hoeven niet direct iets te doen. Maar door oorlog gaat je vaak happiness verliezen. Dus eigenlijk zou ik best iets van happiness moeten doen. Ja, happiness van elke stad die boven de 6 populatie heeft. En die populatie kun je hier zien. Zo, next turn. Ons plaatsje ziet er redelijk goed uit. Zo. Ik zie nog altijd geen borders van een sif. Buiten dan hier de city-state sif. Ah, sif. Wat? Even zien. Wat gaan we nu doen? Ofwel masonry en dan kunnen we walls maken. Dat is goed voor onze stad te beveiligen. We kunnen ook het wheel doen. Dan krijgen we chariot archers, die zijn de betere versies van een archer. En kunnen we wegen maken. Ofwel pottery, dat kan op zich, daar kunnen we niet zo heel veel mee doen, maar ja, dan kunnen we wel deze dingen doen. Dus ik denk dat ik voor masonry ga. In het begin is dat zo, is science nog niet echt zo heel belangrijk eigenlijk. Je moet gewoon een beetje zien welke die zwakke punt is en daar een beetje naar werken. Maar voor de rest, allemaal prima, Jima. Deze ga ik naar rechts laten gaan, zo. En next turn. Dat gaat best lekker. Ik denk dat de video bijna, dat ik bijna de eerste video ga afsluiten. Ik weet het nog niet goed.
Even naar hier gaan. Tyray. Hallo Tyray. Next turn. Momenteel zal het waarschijnlijk voor jullie misschien nog een beetje saai zijn, ik weet het niet. Maar later gaat het wat plezanter zijn. Ah, kut. Zweden. Zweden zit vlak bij ons, mensen. Is dat goed? Nee, dat is niet goed. Dat is helemaal niet goed. Dat is helemaal niet goed. Nu ben ik verplicht om naar boven te gaan uitbreiden. Eens even zien, hè. De mensen die het meest van voedsel houden. Ik sta derde. Maar ik heb nog geen. Ik heb niet eens farms in mijn gebied. Hoe de fuck kan ik dan van veel voedsel houden? Fuck logic. Echt fuck logic gewoon. Ik ga mijn warrior terugsturen. Omdat Zweden zit daar. En Zweden, als ik me niet vergis. Maar ik kan helemaal fout zitten. En nogmaals, sommige vrienden van mij noemen mij wel eens nup-nups. Dat verwijst dus naar noob. Als jullie die eens kijken, I love you, hè. Echt, wanneer is mijn... Ik had toch worker, hè? Ja, worker. Binnen 12 turns pas. 12 turns. Dat is echt, dat is slecht. Ik moet dringend aan mijn production niet doen. Voor de mensen die niet weten wat production hierin is. Als je een stad hebt. En je hebt veel production. Dan gaan je dingen, je gebouwen en je units en zo heel snel gemaakt worden. Als je weinig production hebt. Dan gaan je gebouwen en zo juist niet zo snel gemaakt worden. Dat is toch best logisch, denk ik. Voilà, minor victory. Hoppa. Ik kan schieten op een enemy. Zo. Een stad kan namelijk ook schieten op één... Mag namelijk één keer schieten op een enemy. Ja. Best, ja. Handig, denk ik. Nog 10 turns en dan is mijn worker klaar, eindelijk. Zij proberen mij nu ook aan te vallen. Ik ben bijna aan het afgaan eigenlijk. Ondertussen gaan die terug. Jullie hebben promotion. Doe maar open terrain, want dan kun je die sneller aan. Lopen. Next turn. Mensen, ik denk dat ik het, de eerste aflevering hier ga bij laten. We gaan nog even snel deze turn afronden. Fleet culture building. Ranged combat strength. Deze. Hoppa. Jullie gaan naar de stad. Jullie gaan schieten. Hoppa. Op jullie bakkers. Oh, dan ga ik al op, dan gaan we allebei dood. Lopen. Oké, mensen, bedankt voor het kijken. Doe alvast een like als je het nog niet hebt gedaan. Abonneer ook als je dat ook nog niet hebt gedaan. Waarschijnlijk heb je dat wel gedaan, ik weet niet. Mensen, bedankt voor het kijken en ik zie jullie later.